YouTube kanaal, It's Me, Nice and Spicy hier. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik een tortang talon ga maken. Tortang talon is eigenlijk een lutong pinoy en dat is aubergine met ei. Dus blijf kijken. Oké, zo. Dit is heel simpel eigenlijk. Ja, ik doe het in mijn, of course, ik doe het in mijn eigen manier. Ik heb hier een hele grote aubergine. Die ga ik in de magnetron doen voor 5 of 6 minuten tot heel heel zacht werd. En voordat ik dat doe, ga ik eerst prikken. Prikken. En eerst wassen natuurlijk en prikken. Just like that. En doe ik in de magnetron voor 5 tot 6 minuten. Nou, we wachten wel tot het zacht werkt. En dan gaan we naar het volgende. Oké, zo. Ik heb hier nu die aubergine. Die is al zacht. 6 minuten in de magnetron. En 2 tomaten. 1 onion. En 5 van die eieren. Zie? Ik heb hier 5. Nu ga ik snijden. Daarom heb ik een ui en tomaat ook nog ingedaan. Extra vegetable. Zo, we gaan het proeven. Lekker. Heel simpel. Heel simpel gerecht. Heel makkelijk. En gezond eigenlijk. Dus ja. Kijk eens. Lekker met rijst. Lekker met brood. Lekker met korn. Deze en groenten nog erbij. En ja, dus als jullie hebben
mijn video heeft leuk gevonden. Give me a thumbs up. En bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer mijn volgende video gaan kijken. Tot de volgende keer.